En Lions Club Paramaribo Zuid onder leiding van president Ruben Brielle heeft een afdeling van Huize Betaljara opgeknapt. Het gaat hierbij om de ruimte waar de kinderen van groep 1 zijn ondergebracht. De club verving de vervallen triplexwanden en gaf de ruimte een schilderbeurt. De afdeling is gisteren opgeleverd en symbolisch overhandigd aan directeur Brian Lalai. Brielle vertelt meer over het project. Het is zo dat wij onze fellow Waldo Rambihal, ja, die heeft wat geld beschikbaar gesteld voor renovatie van een ruimte bij Betaljara. Het was natuurlijk een deelite gedaan en wij hebben toen zelf nog gezocht naar een sponsor, een verffabriek. En dat kwam in een persoon van ja, in het bedrijf van Esu Verva. En die heeft toen verf beschikbaar gesteld voor het schilderen van deze ruimte. Daarnaast hebben wij nog wat typesvellen ook kunnen vinden, donor daarvoor. En toen zijn we aan de slag gegaan. We kregen toestemming van de directeur, die waren erg blij te huis. En we hebben toen gemeend om dit alles te moeten renoveren. Wat heeft het allemaal uiteindelijk gekost? Nou, het is rond de 10.000 SED of iets meer. Ja. Nou, dicht bij de 12.000 tot 13.000 denk ik hoor, moet ik even gekost. Ruben Brielle. Lalai is heel blij met het sociaal gebaar. Hij zegt dat er zeker nog 2 ruimtes gerenoveerd moeten worden. Ook gaat hij in op de opmerking van minister Gilmour Hoefdraad. Al zou het tehuis beschikken over voldoende geldsmiddelen en daarom haar subsidie nog niet heeft ontvangen. Ontzettend blij. We hebben groep 1 kunnen renoveren. En groep 1 dat is een van onze eerste groepen en die was nodig aan een facelift toe. Welke groepen moeten nog meer gerenoveerd worden? Zijn er nog meer lokalen? Ja, hiernaast hebben we groep 2 en 3. We hebben groep 4 hebben we eind vorig jaar geopend, dus dat is, ziet er goed uit. Maar de volgende planning is om groep 2 en 3 te renoveren. Als u het heeft over de liquide middelen, wij beschikken over die liquide middelen, maar nogmaals, het zijn projectgelden. Dus u heeft het terrein hier gezien, dat moet onderhouden worden. We hebben ook een gebouw hiernaast en we hebben ook geld gereserveerd voor het opknappen van groep 2 en 3. Denkt u dat het dan wel goed komt na uw uitleg aan het ministerie? Nou, ik hoop het wel, in ieder geval. Daarvoor is de doelgroep is daar alleen maar bij gebaat. En, dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Ik ben welwillend, de stichting is welwillend om het op te lossen en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Dat is de zeer blije Brian Lalai, directeur van Huize Betaljara, gisteren na de oplevering van de gerenoveerde afdeling door Lions Club Paramaribo Zuid. Hij bevestigt dat het tehuis beschikt over voldoende geldsmiddelen. Echter zijn deze middelen afkomstig van donoren en niet van subsidies van de overheid.